Het noodweer van de afgelopen nacht heeft op diverse plaatsen in Nijverdal voor behoorlijke overlast gezorgd. Rond 2:15 sloeg de bliksem in op een schoorsteen van een woning aan de Laurier in de Kruidenwijk. Een stuk van de schoorsteen sloeg hierdoor weg. Ook kwamen de bewoners zonder stroom te zitten. De brandweer Nijverdal heeft de bewoners geholpen met het oplossen van de problemen. Door het onweer ging ook het automatisch brandalarm af bij Biezen Stork aan de PC Stamstraat. Dit bleek een loos alarm te zijn. Om 3:00 moest de brandweer Nijverdal uitrukken voor wateroverlast aan de Smitsweg. Hier bleek een woning onder water te staan. De brandweer heeft het water weggepompt en geveegd. Ook aan de S-weg hadden bewoners last van het overtollige water. Even voor 3:30 vanochtend moest de brandweer Hellendoorn naar de Hekselenweg om de kelder van een woning leeg te pompen. De voorraadkelder van de bewoners stond daar onder water. Ook hier moest het weggepompt worden.